In Super Mario 3D World zien we Mario in 3D perspectief. En dat is natuurlijk nieuw op de consoles. We hebben Mario wel in 3D al gezien op de 3DS, maar dat willen we ook op de Wii U. Nou, daarom ben ik met deze titel aan de slag gegaan. Het duurt nog even voordat hij uitkomt. Er wordt gezegd door Nintendo Holiday wat het precies is. Ik denk zelf eind dit jaar, maar dat maakt allemaal niet uit. Laten we het vooral snel hebben over de titel, want wat biedt deze game? Nou, het is eigenlijk een Mario game zoals je het mag verwachten. Opgedeeld in verschillende werelden die onderverdeeld zijn in levels. Eigenlijk het oude concept. En je kunt je afvragen in hoeverre er niet genoeg vernieuwing is. Nou, ik kan je zeggen dat er wel een paar nieuwe elementen in deze game zitten. Allereerst, en dat heb je misschien al kunnen bewonderen op posters of screenshots, Mario kan veranderen in een katje. Ja, een kat. Denk je, waarom? Ja, dat dacht ik ook. En eigenlijk voegt het niet zo heel veel toe. Maar hey, eerlijk is eerlijk, het is gewoon schattig. Wat hij kan doen is met een balletje spelen. En dan kan hij dat balletje oppakken en daarmee vijanden uitschakelen. Ik moet zeggen dat die besturing niet helemaal altijd lekker werkte. Maar ik vind het wel leuk dat in ieder geval iets gezocht is om toch iets anders te doen dan de andere Mario games. Ten tweede is het op de Wii U natuurlijk mogelijk om de gamepad te gebruiken. Het touchscreen van de gamepad. En wat je nu kunt doen als de vijanden naar je toe komen, in plaats van dat je ze benadert en erop gaat springen, is dat je ze even tegenhoudt met je vinger. Die zit gewoon even over de gamepad heen te schuiven en dan stoppen ze met lopen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke praktisch en dat kun je redelijk vaak gaan gebruiken. Een andere manier is om het gamepad te gebruiken is bijvoorbeeld, je moet springen van A naar B. En dan heb je gewoon een bepaald blokje nodig om hoger te komen, omdat je niet in één keer die sprong kan maken. Maar wat je dan doet, is op je touchscreen van de gamepad vegen en dan lichten bepaalde vlakken op en dan weet je dat dat het gebied is waar je moet springen. Dus op het moment dat je daar tegenop springt, dan verschijnt er een blokje en dan kun je alsnog verder komen. Nou, dat zijn de nieuwe elementen, of er nog meer nieuwe elementen zijn, dat weet ik niet. Dat heb ik vooralsnog niet gezien, dus het draait hierom. Ik moet zeggen, het is leuk om Mario in 3D te zien. Heel vernieuwend is het allemaal niet, maar voor de Mario fans is dit natuurlijk gewoon een game om in de gaten te houden.